Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Jij had vorige keer met Martijn en Niels een afspraak dat jij een eigen aflevering mocht maken. Ja, eigenlijk je vader. Ja, maar die... dat gaat even niet. Als dit werkt, presenteer jij de volgende aflevering met je pa. Ja. Dat is goed. Oprecht. Ja, echt. Dat is een deal. Dat is een deal. Die heeft toch nee gezegd. Heel raar. Heel raar. Dus daarom ben jij er gezellig weer. Ik vind het leuk. Vertel, wat ga je doen vandaag? Nou, ik ga kijken of ik gratis dronken kan worden. Want een biertje wordt natuurlijk steeds duurder. Ja. Maar hoezo zou je er dan zelf voor gaan betalen als je ook gewoon iemand anders dat kan laten doen? Ja, dus jij hebt daar allemaal trucjes voor bedacht. Daar heb ik allemaal trucjes voor, ja. En ik heb daarvoor bij me paperclips, een tientje, ballonnen. Ja, dat heb ik nodig. Dus eigenlijk wat je gaat doen is je gaat met mensen weddenschap aan voor een beetje. Ik ga gewoon heel triest van tafeltje naar tafeltje. Gewoon kijken. Hey, meisje, wat zie je er leuk uit? Wil je met mij een barbed doen? Ja. Hoeveel gratis biertje wil je fixen door middel van de barbed? Ik wil lam naar huis. Lam naar huis. Jij bent lam met 5-6 bier? Zeker. Zet hem op, ik. Dankjewel. Ik wil ook lam worden. Wij gaan betalen gewoon voor bier. Oh, we betalen gewoon. John betaalt. Bij deze weddenschap ga ik vragen, kan je een paperclip laten drijven? En dat kan je op elke mogelijke manier proberen door hem er zo in te leggen, maar dat gaat je gewoon niet lukken. Hoe doe je het dan wel? Je buigt één paperclip, dan leg je de andere paperclip op en dan heel voorzichtig. Tada! Kind kan de was doen. Heren, jullie zien eruit alsof jullie wel een beetje willen doordrinken, of niet? Hoezo? Ja, ik heb wat moois. Willen jullie een barbed bij mij doen? Als jullie deze paperclip kunnen laten drijven, gewoon in een glas. Ik heb er drie. Dan krijgen jullie alle twee een biertje van mij. Lukt het niet, dan krijg ik een biertje voor jullie. Dan laat ik wel zien hoe het moet. Prima, hoe moet je het pakken? Ja? Ga ik even binnen een glas met water fixen, ja? Sowieso weer helemaal een zieke scammer. Oké, glas water, paperclips. Dan mogen jullie daarmee doen wat jullie willen, zolang die maar drijft. Ja, we hebben drie kansen. Moet die in het glas liggen? Of moet hij echt drijven? Gewoon echt in het glas moet hij drijven. Dat is een ja, toch? Ja, dat is wel lekker makkelijk. Ja. Je moet er wel rustig in leggen. Nou, dat gaat nooit werken, hoor. Nou, laat maar zien. Kijk, zo, jullie hadden er drie, toch? Ah, je moet ze samen roepen. Zo. Hij drijft. Ja, bestel maar twee biertjes op rekening. Kom ik hem wel bij jullie opdrinken, goed? Ja. Yes. Ja, deze meneer. Lekker, dankjewel. Hard voor gewerkt, jongens. Cheers. Ik werd gebeld, even kijken of dat niet... Ja. Of het werkt. Ja, zo. Hey Bram. Jij wil ook doorgaan, zeker? Is het gelukt? Ja, het is gelukt, ja. Gefeliciteerd. Heb je een biertje op? Ja, bijna. Ik zou, als ik jou was, gewoon door naar de volgende gaan. Yes, komt goed. Want dit heb je echt goed gedaan. Voor de volgende weddenschap heb ik twee glazen en een ballon nodig. En dan is de vraag, hoe til je deze glazen op met deze ballon? Kan je van alles proberen? Gaat helemaal niemand lukken. Maar mij wel. Want, wat is nou de truc? Je zet de glazen tegen elkaar aan. De ballon in het midden. Opblazen. Daar ga je. Een barbed. Kennen jullie dat? Nee. Ik heb hier een ballon. En als jullie daarmee twee wijnglazen kunnen optillen, zonder ze zo er doorheen te strikken, dan krijgen jullie van mij twee drankjes. Die betaal ik. Ja, ga ik even twee wijnglazen pakken. We zoten. Oké, dus alle twee de glazen gelijk met een ballon. Ja. Wacht, kan je niet gewoon zo doen? Nee, moet ze echt met hem. Wel creatief. Wel creatief. Maar alleen dat je een toetje zo vast hebt dat je ze optilt. Ja, ik zou het echt niet weten. Vertel. Ja, maar dan krijg ik een biertje van jullie, hè? Oké, daar komt ie. Wat de fuck? Je zou dit echt nooit hiermee komen. Oh, kut. Dat gaat niet helemaal goed. Zo, wat een goeie, joh. Hier stoppen. Nou, dank jullie wel. Mag ik je dan ook bij komen zitten? Is dat een, dat is een heel ongemakkelijk, maken jullie het nu ineens. Als jullie me niet bij willen hebben, is ook goed. Zolang jullie mijn biertje maar betalen, ging het me eigenlijk om. Ja, dat is prima, hoor. Maar jullie willen me nu niet bij hebben, dat is duidelijk. Nou, dames, proost.
Dankjewel. Ik ga dit nu met mijn nieuwe vrienden opdrinken. Want jullie willen me er niet bij hebben, maar ik ben jullie wel erg dankbaar. Het is echt misschien wel de meest ongemakkelijke dag uit mijn leven. Ja? Maar toch 2 glazen biertjes. Hey. Goed gedaan, jongen. Je hebt gewoon 2 glazen biertjes. 2 barbeds, 2 keer gelukt. Toch, lekker. Herhaal mij, dat is ook wel leuk. Dus dan heb ik een, nou heb ik dit zo. Probeer het bij Joost. Ja, ja, ik ben je proefpersoon. Laten we even oefenen. Herhaal mij. Ja, ja ik herhaal jou. Ja, als het jou niet lukt om mij te herhalen. Als het mij niet lukt om jou te herhalen. Dit hoeft eigenlijk niet, maar. Dit hoeft eigenlijk niet, maar. Laten we spelen. We zitten net te kijken. Ja, want het is spannend, jongens. Ja, je moet niet kunnen herhalen. Dit is echt heel ranzig, gasten. Ja. 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 Maar het is wel nice. Ik zou deze bij chicks doen. Ja, ja dat vinden ze leuk. Ja, wel. Ja, maar hele knappe dames die vinden dit top. Okay. Meiden, mag jullie wat vragen? Ja, hoor. Zijn jullie in om een gratis drankje te verdienen? Door middel van een barbed, een barweddenschap. Een barweddenschap? Ja. Wat staat er tegenover? Als het jullie lukt, het trucje wat we gaan doen, dan betaal ik voor jullie alle drie een drankje. Mag de duurste cocktail zijn, maakt niet uit. Lukt het niet, dan wil ik 1 biertje van jullie en de gezellige heel eventjes bijkomen. Ik vind dit een interessante weddenschap. Want je zou dit niet doen als je niet zeker van zou zijn. Je kan hem echt winnen. Oké, leg maar uit. Wat zou er dan eventueel... Jullie moeten mij herhalen. Ik pak straks 2 glazen en dan in eentje zit water en in die ander niet. En dat schuiven we over tafel. Wie offert zich op? Oké, zoeken jullie dit vast uit? Dan ga ik even de glazen pakken binnen. Hey, jawel, jawel. Oké, met wie ga ik het doen? Ik doe het wel. Ja? Doet het? Ja. Ready? Ja, okay. Ja, hij was wel leuk, toch? Ja, ik drink niet zoveel. Voor het volgende barbed heb ik een leeg flesje nodig, dus ik ga deze eerst even leeg drinken. Wat we hierbij gaan doen, ik leg het bierdopje op de rand van het flesje. Dan ga ik aan iemand vragen of die hem erin kan blazen. En dat kan dus niet, want de wind die circuleert door het flesje. Dus kan gewoon niet. Dus altijd gratis bier. Ik heb hier een bierflesje. Daar leg ik een bierdopje in. Als jullie hem naar binnen kunnen blazen, krijgen jullie alle 2 een biertje van mij. Lukt het niet, dan krijg ik een biertje voor jullie. Het is eigenlijk praktisch onmogelijk, denk ik. Misschien. Anders had je het niet gedaan. Nee, maar er zitten kleine kansen dat het wel lukt natuurlijk, hè? Nee, het gaat zo niet. Het gaat sowieso niet werken, maar ik vind het ook wel. Kijk, daar hou ik nog van. Krijg de tering nog 1 keer. Nog 1 keer. Ja, ik ben te lul. Mag ik dan, om het iets ongemakkelijker te maken, er even bij komen zitten? Avond, dankjewel. Cheers. Ja, proost jongens. Nou, mag hier lekker smaken. Dankjewel. Brand toch? Klopt. Ja. Kijk even naar het foto. Ja, tuurlijk. Ja, ik volg jou een tijdje. Jij doet vaak van die barbeds en zo, toch? Klopt. Ja, we hebben net lul. Nee! Ah, gruwelijk. Ja. Echt heel dik. Echt een baas. Echt een baas. Van, ik moest toch deze kant op. Ja, dan weet je wel dat het is gelukt. Die 2 jongens. Ja, we zijn er net ingetrapt, man. Ja. Maar hij blijft er lang plakken. We moeten weer door, Bram. Ja. Dus denk je wel. Je hoeft niks af te rekenen. Nee, ik hoef niks af te rekenen. Mannen, dank jullie wel. Yo, fijne avond. Kijk, zie je, Bram doet er zo lang over dat Joost heeft besloten in de tussentijd een stroopwafel te halen. Joost, hoe is het gaan? Ja, hoe is het gaan? Wat ben je nou aan het doen? Ik dacht dat jij heel erg lang... Hoe ik het deed. Ja, ik zie jou in één keer met een biertje zitten, lekker gezellig borrelen. Jij dacht... Ik denk, hou ik even wat lekkers voor mezelf. Ja, lekker gelijk even. Wil je een stukje? Lekker, ja. Als je toch aan het spacen bent. Waarom? Bram, ik had heel erg gezegd
verwacht dat het iets ongemakkelijker zou zijn. Die deed te goed. Ja, ja man, die heeft hartstikke goed. Ja, jammer. Ja. Echt jammer. Lekker met de dametjes, je hebt goed gedronken. Ja. 4, 5 biertjes of zo, toch wat je wilde? Zeker, het is gelukt. Het is gewoon gelukt. Ik denk dat jij gewoon gedronken worden. Ja, ik denk dat je het vaker gedaan, toch? Gewoon een lekker koetsje af. Ja, gewoon op de donderdagavond, ik denk, ja. Nee, leuk, man. Het is ook een beetje leuk. Dus als je Bram tegenkomt, dan weet je wat je kan verwachten. Dan is er geen camera bij, dan heb ik er gewoon zin in die avond. Sluit hem even af, Bram. Dankjewel voor het kijken, tot volgende week. Later. Niet ook even je Instagram vermelden en zo? Jawel. @BramBosson.